je boven aan het zoeken, maar je stond nee, er niet. Ik denk, ik laat jou lekker naar boven gaan. Hé, hey, ik ben net dus die Lange Jan heb ik beklommen, maar eigenlijk is het de Onze Lieve Vrouwentoren. Klopt, het is de Onze Lieve Vrouwentoren op het Lieve Vrouwenkerkhof. En vandaar, het heeft ooit eens aan een toren vastgezeten, de toren aan een kerkhof. Vandaar dat het zo heet. Alleen de toren staat er nog. Oké, nou, start met geschiedenis dus. Ja, zeker weten. Oké, hey, wat gaan we vandaag allemaal doen? Ik ga het je allemaal laten zien. Ik denk dat het wel leuk is om vandaag met de tuk-tuk te gaan. Nou, te gek. Laten we gaan. Oké, helemaal goed. Hey Daniel, dat was een leuk ritje. Ja, toch? Waar heb je me nu naartoe gebracht? Nou, dit is de Koppelpoort. Het is een combinatie tussen land en water en in de 14e eeuw gebouwd. En eigenlijk nog de enige in Nederland die nog intact is. Welke kant komt die? Laten we die kant op gaan. Nou, de poort werd vroeger open en dicht gedaan door raddraaiers. En dat is ook eigenlijk waar de term raddraaiers vandaan komt. En heel lang geleden is het ook nog eens door gevangenen gedaan. En eigenlijk wil ik jou even aan het rad laten draaien, maar... Hey, ik ga elke uitdaging aan natuurlijk. Het is niet makkelijk, maar we kunnen het proberen. Hey, we zijn nu dus echt officieel raddraaiers. Nou, we staan hier nu bij de Koppelpoort. En wat wel leuk is om te noemen, het is precies eigenlijk het middelpunt van het oude historische centrum en het nieuwe gedeelte. Er zit een hele mooie moderne bibliotheek in onder andere. Er zit ook een bioscoop staat hier. Verder hebben we hier rondomheen allemaal horecagelegenheden. Dus daar kan je ook heerlijk vertoeven. En als je wil slapen en je wil een leuke slaapplek, kan je ook hier op een hotelboot. Maar ik wil eigenlijk nu eens met je sloep varen. Ach, te gek. Cheers! Op Amersfoort, santé!